In de vorige video's kwamen we te weten wat ADHD is, wat de kenmerken en gevolgen zijn. In deze video alles over de behandeling. Diagnose. Om ADHD vast te stellen gebruikt de behandelaar van uw kind meerdere invalshoeken. De beschrijving van het gedrag door de ouders en vaak door de leerkracht zijn de belangrijkste. Daarnaast geeft de behandelaar het kind de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Tot slot worden onderzoeksmiddelen ingezet om zicht te krijgen op bijvoorbeeld de mate van concentratie en impulsiviteit. Behandelen. ADHD wordt, als er sprake is van ernstige beperkingen, vaak behandeld met medicijnen waarvoor kinderen begeleid worden door een arts. Medicijnen genezen ADHD niet, maar verlichten de klachten. Naast medicijnen zijn er psychosociale behandelingen. Als de beperkingen door ADHD minder ernstig zijn, kan er gekozen worden om psychosociale behandelingen eerst toe te passen. Deze behandelingen zijn zowel gericht op de omgeving van uw kind als op het kind zelf. Wij bieden individuele behandelingen en groepsbehandelingen voor ADHD aan, ook voor ouders. Meer weten over ADHD? In de volgende video gaan we in op ADHD en de omgeving.